Ieder jaar adopteren leerlingen van groep 8 van een Tielse basisschool het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bij de Sint Maartenskerk. De Prins Klausschool heeft het monument De Krijger omarmd. Dat houdt in dat ze daar veel werk hebben gemaakt van het schoonmaken daarvan. En dat vinden de kids altijd wel heel leuk om te doen. Diezelfde ochtend werd ook een nieuw oorlogsmonument onthuld. Op het glas van het entreegebouw van parkeergarage Westluidense Poort is een afbeelding gegraveerd met een afbeelding van de voormalige Tielse gevangenis, die ongeveer op die plaats heeft gestaan, met daarbij 5 namen van Tielenaren die op 24 december 1944 door de Duitsers tegen de muur van die Tielse gevangenis zijn gefusilleerd. Het monument is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Oud-Burgermannen en Vrouwenhuis Tiel.